Vrouwen, kinders en mans van reg oor die Weskaap het vandag ter viering van Vrouwendag van die Bokaap tot bij die Kunste Kaap Theater in die Kaapse middestad gestap. In een week waar die verkrachting van vrouwen en kinders weer sterk na vore getree het, het Patricia de Lille nie doekies omgedraai nie. My aanmoediging vandag vir vrouwens is loop weg van enige mishandeling af. Loop weg waar jy voel, in plaas dat jy lief, mense lief is vir jou, jy word mishandel. En ek het my voorbeeld gebruik, waar ek in 'n politieke verhouding was waar ek misbruik word, het ek besluit, ek loop weg. Want daar is lewe na mishandeling. En dit is my boodskap vandag vir vrouwens. Loop weg, begin jou lewe van vooraf. Daardie persoon gaan jou doodmaak en dan is het te laat. Vrouwelike geloofsleiers het die staptocht met gebed geopen en een boodskap van eenheid oorgedra. If we can bring the women together, we can bring Cape Town together. So the point of this walk is that it's a walk, it's not a march. We're not protesting, we're demonstrating that people can walk together in peace and unity. It may sound a bit corny, but my goodness, if women can't do it, who can? Marlene Leroux, die uitvoerende hoof van Kunste Kaap, het saam met ander gestremdes op motorfietsen aan die staptocht deelgeneem. Ik heb zoveel pret gehad, ik was like op een motorbike, ik was like wow. En als voor, en het is like amazing, en om te denken met al die sterk vrouw mensen wat samen met ons is, en het is like een goede ochtend, het is like a good woman's day voor mij. Nadine Troon, E-News, Kaapstad.